Hey allemaal, we zijn hier bij de volgende tutorial. En dat is een tutorial over pitleaps. Ja? Ik heb een hele leuke spot gevonden bij de Carrefour in Hoevenen, waar je eigenlijk kan oefenen. Je kan ook gewoon tegen muurtjes doen, die vind je altijd overal. Of zelfs op vensterbanken. Dus gewoon bij je thuis kan je dat oefenen op een vensterbank. Dus zo weet ik eruit. Ik ga je even eerst vertonen wat een kitleap is. Hups. Dus dat gebruik je eigenlijk om een sprong te maken, meestal een verre sprong, die je niet gewoon kan pressen en dan kan je ook gewoon aan de muur gaan hangen. Een kitleap, een kattensprong, noemt hij eigenlijk in het Nederlands. Wat gaan we altijd doen? Het is belangrijk om eerst met de voeten te landen. Ja? Hoe moet je denken als je handen eerst gaat pakken, dan je voeten, en dan ga je meestal met je gezicht er eerst tegen smakken, vermijden. Ja? Dus belangrijk is eerst je voeten en dan pas je handen. Als je je voeten tegen de muur plaatst, gaan je voeten samenkomen tegen de muur en dan gaat er pas eentje zakken. Dat is allereerst die voeten samen voor de stevigheid, anders ga je één knie alles opvangen en dat wil je vermijden. En je gaat je benen laten zakken uiteindelijk voor stabilisatie, dat je steviger tegen die muur bent. Ja? Dan zie je dat je een comfortabele positie hebt en dan zeg je eigenlijk goed in een kitleap. Dan kan je eventueel proberen om op het muurtje te geraken of even verder naar boven te klimmen. Ja? Een paar voorbereidende stappen die je kan doen is eigenlijk eerst hier al proberen in kit te gaan hangen, zodat je eigenlijk die beweging al gewoon wordt. En eventueel zijwaarts traverseren. Laten we zeggen dat we hier beginnen en dat we in die kitleap opzij gaan. Er zijn een aantal voorbereidende oefeningen, ik ga dat niet zeker te doen, zodat je zeker niet zou vallen van je kitleap. Als je die dan kan, kijk goed, dan kan je proberen om je kitleap verder en verder te plaatsen. Als er geen muurtje bij is, dan pak je eventueel iets van een stukje vel of je pakt je longboard en je legt je daar uiteindelijk op je afstand te oefenen. Heb je je kitleap gehaald? Kijk goed, dan kan je proberen een aantal zaken eruit te doen. Dat zijn een aantal mogelijkheden. Je kan een reverse terug doen, dat wil zeggen dat je uit je kitleap eigenlijk terug probeert om terug op je afstootplek eigenlijk te gaan landen of zelfs verder. Ja? Ik ga het demonstreren. Hups. Hups. En erover. Als iets dat je kan doen, je kan proberen in deze situatie om nog meer naar boven te gaan via een dyno. Dan kan je eventueel hangen. Hups. Je voet hierin plaatsen. Omhoog te kunnen pakken en naar beneden. Wat kan je nog eventueel proberen is draaien. Als je een kitleap ligt, hups, proberen volledig rond te draaien. Maar dat is allemaal niet zo simpel. Ja? Ik ben ook wel moeilijk voor om het leuk te doen. Maar ik zou zeggen, probeer al die zaken een keer uit. Super plezant. En toon het mij een keertje. Oké? Allee, veel succes alvast. Hups. Ook mogelijk. Succes!